Evita Lokaal is dé ontmoetingsplek voor jong en oud hier in Benoordenhout. Je kunt er terecht voor een kop koffie, voor diverse activiteiten en er is een verpleegkundig spreekuur. En ook bijzonder, het is een particulier initiatief. Goedemiddag. Goedemiddag. Gezellig, druk hier. Ja, leuk. Ik kom voor Nathalie en Nicole. Ja, hoi. Oh, daar ben jij. Hoi, Nicole Bikker. Hoi, ja, Johan. Hoi. Oh, die wordt al mooi, zeg. Ja, hij is te koop. Oh, je bent ook lekker commercieel, zie ik al. Ja, wat kost dit? Honderden. Honderden. Ja, nee, ik zou het ook vragen. Vragen kun je altijd. Precies. Nathalie, Evita Lokaal. Ja. Gezellige drukte. Zeker, zeker. Ja, dit is een afspiegeling voor een maandagmiddag. Ja, want... Wat is dit voor een initiatief? Want het is een particulier initiatief. Klopt. Ja, Evita Thuis, hiernaast, is mijn organisatie. En wij hebben dit opgezet voor de wijk. Het is eigenlijk een buurthuis in een nieuw jasje, kan ik wel zeggen. Een nieuw jasje? Een nieuw jasje, ja. Buurthuis 2.0. Ja, zo kan je het wel noemen. Okay. Doordat mensen hier elkaar ontmoeten in een informele sfeer, die gaan zich verantwoordelijk voelen voor elkaar. Er ontstaan groepjes die elkaar in de gaten houden. Is het dan ook zo dat de informele zorg eigenlijk een deel van de formele zorg overneemt? Ja, dat denk ik wel op termijn. Dan denk ik dat je dat uiteindelijk formele zorg gaat schelen. Hè, met Britje. Wij wel hoor. Ook wel. Oh. Ik voelde al een soort spanning. Ik denk, nou mag ik wat gaan zeggen of niet? Want het is maar zij stil zo... voor jullie. Oh, dat ze hoort. Oh, ze hoort. Voor de vorm. Zijn we anders nooit. Oh, nooit. Oh, kijk, zo. Oh, dit is gezellige Britje. Ja. Ja, helemaal goed. Wat maakt het zo leuk hier? Ja, je ziet veel mensen uit de buurt natuurlijk ook. Het is altijd heel... Ja, concentreren. Niet vals spelen, hè, als ik in gesprek ben. Nou, ik hoef alleen maar bij te gooien. Oh, je hoeft alleen maar bij te gooien. Ja, ja. Maar het is een mooie plek, zegt u, een fijne plek. Want? Ja, het is ideaal. Het is dichtbij en het is een investering voor onze oude dag. Als we niet meer ver kunnen lopen, dan kunnen we hier even naartoe. Nee, maar zo is het wel natuurlijk. Nicole, wat bieden jullie hier allemaal? We gaan in januari weer met computercursus starten. We hebben dagelijks uitleen van hulpmiddelen, hè, dus rollators, bedverhogers, krukken, dat soort artikelen. We zijn een gemeentelijk servicepunt, dus iedereen uit de wijk kan bij ons terecht met vragen over WMO. Eén seconde, er komt even iemand binnen. Hallo. Zo zeg, goedemiddag. Ja, ik heb een afspraak, ik moest hier om 4 uur zijn, ja, dat gaat dicht. Om 4 uur met kijk het gedicht. Eens aan. Nou, daar zitten de gedichten, dames. Ja. Oh. Ik herinner me dat ze kwamen. Ik herinner me niet wanneer. Maar jullie zingen ook met elkaar? Ja, dat doen we zeker. Wie zet erin? Een hondenpalet wordt langzaam gezet. Straks staat heel alles. En ook wel een belangrijke vraag. Heeft u een beetje goede kaarten? Nou, ik heb tot nu toe geen klagen. Oh, u heeft tot nu toe geen klagen? Hoe verder gaat het, we zien. Ja, nou laat maar zien dan.